Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat de toenmalige gemeenteraad van Tiel een motie aannam waarin de raad om humanitaire redenen pleitte om een Koerdisch gezin afkomstig uit Syrië, vader, moeder en 2 kinderen, niet uit Nederland uit te wijzen. Het gezin heeft inmiddels een verblijfstatus en is woonachtig in Tiel. De motie werd omlijst door een ludieke actie waarbij aan de leden van de raad knuffels zijn overhandigd, die vervolgens bij de Griffie in bewaring zijn gegeven. Aan het verblijf van die knuffels op de Griffie is nu een eind gekomen. De knuffels zijn in aanwezigheid van onder andere de griffier en raadslid Laura Metiari overhandigd aan kleding- en speelgoedbank Clestio. Hoi Margreet. Hoi Laura. Margreet, hallo. Hey. Hi, welkom. Ja, zoals je misschien weet is in maart 2011 het Syrisch gezin Al-Ahmed door de gemeente Tiel eigenlijk gesteund. Ze mochten hier blijven. In de tussentijd hebben zij knuffels aan ons te leen gegeven. En in overleg met de familie, die zijn ook heel erg betrokken bij deze actie geweest, willen wij eigenlijk deze knuffels zijn het allemaal overhandigen aan de speelgoedbank. Nou, daar zijn we super blij mee. En deze knuffels die zijn 3 jaar lang in het archief van de Griffie van de raad bewaard gebleven. Zo, u heeft er goed op gepast. Was een goed huisvader. Zo, nou fantastisch. Zullen we samen overmaken? Ja, ja. Laten we eens even kijken wat het... Oh, wat gaaf. Ja. Maar hartstikke leuk zeg. Kijk eens wat er allemaal in zit. Van klein tot groot. Super! Echt super. Nou, daar zullen de kinderen blij mee zijn. Wij gaan ook een november en december actie houden. Dat de gasten die vooral de kleding uitgezocht hebben, die mogen voor de kinderen Sinterklaas en kerstcadeautjes komen halen. Ja. Extra nog bovenop wat ze jaarlijks mee mogen nemen. Ja. Dus dat komt super goed uit. Mooi. Nou, mag ik je hartstikke bedanken, Laura. Tuurlijk, ja. Wim ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Hartstikke bedankt. Dankjewel. In mei 2011 heeft de gemeenteraad in Tiel een knuffels in de bewaring gekregen door het Syrisch gezin Al-Ahmed. Er is toen een motie ingediend zodat deze mensen konden blijven in Nederland en niet terug hoefden naar Syrië. Bijna de gehele gemeenteraad heeft deze actie gesteund. Die knuffels zijn in bewaring gebleven totdat ze een uitspraak kregen. En sinds wij te horen hebben gekregen dat Clesteo ook de speelgoedbank heeft geopend, dat is ongeveer een maandje geleden, hebben we eigenlijk besloten samen met de familie dat de knuffels deze kant op zouden gaan. Dat komt ook op een zeer geschikt moment. Wij hebben namelijk een november-december actie. De gasten die hier al kleding gehaald hebben, die mogen nu voor de kinderen ook Sinterklaas en kerstcadeautjes komen uitzoeken.